Dit is wel een legit planeet qua grondstoffen, maar oh, zo gevaarlijk. Oh, oh nee. Clip! Welkom terug bij een nieuwe aflevering van No Man's Sky. Ik hoop dat jullie er wel zin in hebben. Als je er zin in hebt, ga dan gerust in een rare positie zitten en dit filmpje kijken alsof je er zin in hebt. We zijn hier nou gewoon even in zo'n trading station post. Ja, mooie hoed. Kijk waar we terechtkomen. We gaan dingen namen geven, we gaan dingen scannen. Niet in die specifieke volgorde. En ik ben eigenlijk de laatste keer nadat ik net gestopt was met namen geven en opnemen, weet je wel, werd ik aangevallen door Space Pirates. Wat best wel vet was, maar daarna was ik al mijn ship inventory kwijt. Maar ik ben wel redelijk op weg met het vullen. Het zit vol. Ik heb gecompenseerd. Ja. Maar ja, ik kon dus niet zomaar even altijd vieren, omdat ik dan al die namen kwijt was geraakt. En dat is niet chill, want die hebben jullie allemaal zo leuk verzonnen. Maar oké, ik denk dat we vandaag gewoon dus de lijn gaan volgen. Misschien nog wat extra minen, zodat we een nieuw ship kunnen kopen binnenkort. Zeg maar zoiets moois als deze. Die is fucking lelijk, maar zoiets als die roze deelde bijvoorbeeld. En dat we dan meer combat dingen kunnen doen. Dus een cargo ship misschien kunnen slopen en wat dan ook. Maar voor nu gaan we naar de bestemming waar we naartoe moeten. Als je er weer zin in hebt, doe dan sowieso weer dat pluimpje omhoog. En abonneer voor meer No Man's Sky en Ark en al die anderen zoals Pokémon Go. I play Pokémon Go. Oké, hier. Abandoned building. Verlaten gebouw. Hallo. Oh, nee, nog niet. Het is door scannen. Het is ook heel belangrijk, ben ik achtergekomen, om zoveel mogelijk van die hutjes te bekijken. En daar bepaalde dingen te pakken. Want dat zijn upgrades. Oké, we zijn geland op een planeetje. Ja, hier ben ik al een keer geweest, volgens mij, in mijn grind om alles terug te krijgen. Maar, zijn het voor rare teelbaltulpen? Sorry, maar weet je, ik kan ze niet vinden. Ik wilde ze teelbaltulpen noemen, gewoon omdat het kon. Maar dat kan dus niet. Ah, jammer. Wat is dat? Ja, het is dat van Crazy Frog. Bing, bing, bam. Hey, kom op, niet bang zijn. Zo lelijk ben ik ook. Ben ik wel. Hey, jij, Sadam, jij bent groter dan ik ben, man. Wat is dat nou even voor een hersenspin? Yo, vlinders. Zijn vlinders. Scan die shit. Scan. Zet het snel, man. Deze ziet er echt heel creepy uit. Oh, what the fuck? Dat beweegt, of niet? Ben ik op een rare hentai tentacle spot, man? Hey, oh nee, een Spinosaurus. Oh, what you gotta do? Milestone accomplished. Dat betekent dat ik super goed ben. Maar dat wisten jullie al. Oh, 20.000 U. Oh, hoeveel centimeter is dat? Sterf dan. Maar dat ding dat leeft. Ik wil niet dat hij me aan gaat vallen. Oké, nou, als we dit analyseren, krijgen wij een upgrade volgens mij. Of iets wat ermee te maken heeft. Zie je? Health module. Touw. Wat? Ik moet deze scrotum vernietigen. Niks aan de hand. Niks aan de hand, agent. Ga vooral door. Ik ben een plant. Ik ben een boom. Ik ben een van. Zie je mij nou weer te scannen? Kom op, laat me met rust. Oké, we gaan terug ter. Oh nee. Geen salto maken. Kom op. We gaan terug ter ruimte in, jongens. Dat probeerde ik. Ik probeerde geen loopy-loops te maken. Fuck. Ben ik nou weer een salto aan het maken? Kom op. Oké, we zitten in de ruimte. Dat is al heel iets voor mij. Even lokken en. Piep, piep, piep. Boom. Yeah! Oh yeah! Oh yeah, you know what's up. Weer een. Ik heb 4 aliens ontmoet. Ja, dat was een lange nacht. Wat? Oké, ik heb hyperdrive fuel. Ik denk dat we moeten hyperdriven. Dus dat gaan we nu lekker doen. We gaan even lekker vliegen. Hey yo, what up? Wacht, kan ik dit? Oh, upgrade drive. That's too bad. Kan ik hier wel naartoe dan? Nee, ook te ver. Kan ik hier dan wel naartoe? Oh, gelukkig. Oké, nou, dan gaan we naar dit stelsel, I guess. 3 planeten, 2 manen. Hey, sure. Ligt in ieder geval op de route naar de atlas. En ik heb een atlas nodig, want die van mij ligt nog op school. Of hebben jullie geen atlassen meer? Ik weet niet of die grap te ouderwets is nu. Oh, dit is mooi groen. Holy shit. Oh, mijn god, stop. Stop met opeens te verschijnen voor mijn neus. Oh, ik wil die dingen zo hard opblazen. Dat is een mooie steen. Die wil ik kapot maken. Nikkel! Hé, dat hebben we nog niet. Is dat nuttig? Trouwens, misschien, als we geluk hebben, ik zou eens even kijken. We hebben misschien nog net genoeg voor 1 extra warp drive-ie. Weet je, laten we deze gewoon eens even checken. Holy fuck, dat ziet er best wel cool uit met de paarse. Doe me een beetje denken aan Borderlands 2. Ik weet niet of iemand van jullie dat ooit heeft gespeeld. Het is hier 19 graden. Dat is best bescheiden. Ik sta op een schip in de fik, maar hey. Boom! Nieuwe planeet. Oh, radioactief. Yeah, dit is misschien niet zo. Stop met biepen. Ik wil weten wat er gebeurt met mijn lijf. Ben ik al verminkt? Oh nee, nog niet. Ah man, waarom is alles. Alles is overgenomen ofzo. Kijk, er zit van die klauwen omheen. What the fuck? Oh, hier. Toxing suppressor. Dat is wel handig. Oeh, meen je niet. Ik heb hier een gravitinobal voor nodig. Ik dacht dat er gewoon een verkoopdingetje was. Fuck. Hey, maar kijk, we zitten hier bij een mooi plasje water. Is totaal niet chemisch. Is fucking chemisch. Dus daar gaan we denk ik maar niet in zwemmen. Anders heb ik dadelijk op in zwemvliezen en vinnen en wat.
En kieuwen en shit. Oh ja, oh. Een stelletje aarschieren. Die zit natuurlijk te wachten tot ik dood ga. Yo, dit is best wel tof. Het is nu nacht hier en opeens is alles een beetje neonachtig. Oké, we gaan eens kijken of we meteen door kunnen naar het volgende stelsel. Oh ja, en over nog maar eentje. Kan dat? Engage. Yo, gaan we weer warpen. Eyo. Oké, zijn we dan? Ziet er hier heel interessant uit. Wat hebben we allemaal? Een planeet. Een trading dinges. Het is hier ook al zo groen. Jezus. Ik kan checken of we gewoon nog één jump kunnen maken. Dan zijn we in het goede stelsel, zeg maar. Ah, no fuel. Oké, dus wat we moeten doen? We moeten hier fixen dat we één warp cell kunnen maken voor die extra fuels. Wow, yo, is dat allemaal goud? Jackpot. Fireball. Ben ik made. Digo Stop Forest. Oké, we zijn in een bosje. Oeh, high security sentinels. Oh, wat? Oh, wat? Is hij pissed? Of is hij gewoon nieuwsgierig? Zo van, ga je uit de gaten? Ik kan hier echt niks misdoen. Oh, shit. Oh, what the fuck, gast? Ik dacht dat ik bang moest zijn voor die beesten, want die... Oké, waar is de deur? Waar is de fucking ingang? What the fuck vliegt daar door... Wat vliegt hier in de lucht? Het is allemaal rare alen. Oké. Nee, we gaan hier naar binnen. Hey yo, what up? Oh. Oké, een puzzeltje. 1, 2, 6, 24, 120. Wat is het volgende nummer? Nou, het wordt verdubbeld. Dan verdriedubbeld. Dan vervierdubbeld. Dan vervijfdubbeld. Dus 6 keer 120 is... Nailed it. Ik ben echt slim. Dit is wel echt een hele gevaarlijke plek. Dat is een beetje het nadeel. En daar is een crashed ship. Ik denk dat ik er naartoe moet. Want zit er nog meer trouwens. Laat hier maar niet te lang rondhangen dan. Ik pak mijn schipje. Veel te gevaarlijke planeet dit. Veel te gevaarlijk. Nee, er zijn piraten hier in de buurt. Snel er naartoe. Veel te veel waardevolle shit in mijn tas. Oh nee. Ze zijn heel dicht bij me. Nee. Daar ga ik nou niet mee vechten. Ik denk niet dat ze op planeten vechten eerlijk gezegd. Alleen in de ruimte zelf. Maar ik weet het niet zeker. Zo. Ja, deze is kapot. Yo, kan ik die pakken? 17 slots, 16 slots. Hyperdrive voor... Oh, maar deze heeft 2 shields. En veel betere guns. Ik weet niet wat jullie doen. Ik claim hem. Ik heb een nieuw schip, bitches. Alleen ik was een kutkikker. Oh, what the... Is dat een vijand? Oké, die is creepy. Wel een beetje jammer dat ik nog mijn schipje achter moet laten. Tja, vaarwel schip. Tot nooit meer. Ik pak deze. Kijken, kunnen we dit nog repareren? Die wel... Carriage. Oh man, dat is duur. Pulse engine. Oh mijn god. Oh, ik heb heel veel carriage sheets nodig. Oh nee joh, ik kan niet opstijgen. Kut, dan zit ik op de meest gevaarlijke planeet tot nu toe. Vast, totdat ik iridium heb. Nee. Er is een sentinel achter me aan. Hij is mad. Ga erin. Ik weet niet of dit helpt eigenlijk, maar shit man. Oh, hij is me nog steeds een beetje aan het scannen. Ah, serieus? Nee, ik moet eruit, anders ben ik dood. Anders is mijn ship dood. Nee, laat me met rust, kom op. Ik moet een huisje hebben. Is er hier ergens iets in de buurt? Eén huisje, maakt me niet uit wat. Er is hier iets. Gravitinobal, lekker. Maar dat bedoelde ik niet. Ik moet echt weg hier. Ik moet echt weg. Ah, ik kom zink en... Iridium tekort, oké. Ik heb de carriage sheets, maar de rest komt gewoon tekort. Oh, gevaarlijke beestjes, nee! Laat me met rust. Ah, motherfuck, die doen pijn. Ah, motherfuck. Man, ik zie ze nauwelijks, hoor. Ah, man, die sneaky kutbeesten. Ah, die ziet er best wel cool uit, eigenlijk. Snel, laat me je scannen. Ah, er zit weer zo'n kut sentinel achter me aan. Oh, mijn god. Oh, nee, een elite sentinel force. Is dat omdat ik al die gravitino ballen pak? Oh, dat is iridium. Klim. Oh, deactivated. Oh, mooi. Oké. Pak zoveel mogelijk iridium. Oké, er komen de combat units weer. Ik moet weg. Ik heb ze zelf nog ineens gezien. Dan ben ik de hele weg gerend als een pussy. Fuck. Waar is mijn schip? Schip. Daar. Dit is wel een legit planeet qua grondstoffen, maar... Oh, zo gevaarlijk. Oh, nee. Klim! Oké, even snel die shit fixen. Pulse engine. Gefixt. Oh nee, wat nu weer? Oh nee. Oh, die shield kan ik niet fixen. Ik ga gewoon zo de ruimte in. I don't fucking care, oké? Ik ga zo de ruimte in. Probeer meteen naar de space station te gaan om alles te fixen. Echt gewoon meteen. Oh mijn god, we zijn eindelijk van deze planeet af. Alleen, mijn schip is echt kapot. Oh nee. Nee, hier zijn die space pirates. No. Oh. Ze waren gewoon aan het wachten, man. Ah nee, dan ben ik alles kwijt. Ah, vies. Oké, maar als het goed is, kan ik die spullen terugkrijgen als ik die Space Pirate versla. Dus ik heb iridium nodig en carriage sheets. Fuck. Hey, is Billy hier? Billy, ik zoek Billy. Wat ben jij nou weer?
Ja, boeit me niet. Oh, ik baal, man. Ik baal. Het ging net zo lekker. Niet zomaar je ship switchen met iemand anders. Dat is gevaarlijk. Oké, ik heb nu als het goed is genoeg. Ik ben lang bezig geweest. Ik heb bij elk schip op bleef landen al het iridium opgekocht. En de Kerite sheets, want dat hadden ze gelukkig ook. En nu kan ik dit repareren. Deze had ik al gerepareerd. Oh mijn god. Ja, Tamium. Kan ik in de ruimte krijgen? Platinum. Deze kan ik binnenkort ook maken dan. Dan doe ik deze nog even in mijn inventory. Die eigenlijk ook en die ook. Alles in mijn suit is zeg maar veilig. Dat wordt niet afgepakt door Space Pirates. Dus ik doe al het noodzakelijke erin. En nu gaan we die bitches helemaal kapot maken hopelijk. Jezus, die waren echt een pain in the ass. Ik heb alleen niks bedenk ik nu om dit weer bij te tanken. Oxide elements. Misschien toch eerst even een paar meteorietjes kapot maken. Weet je, ik ga hier gewoon even snel landen. Misschien ligt hier iets nuttigs, misschien niet. Oké, nou kan ik dus snel dit fixen. Oh mijn god, zoveel beter. Dankjewel. Oké, ik ben er klaar voor. Laten wij die Space Pirates helemaal naar de kloten schieten. Dat verdienen ze. Let's go. Kijk of ik ze kan vinden. En mijn spul dus. Ik denk het wel. Ik hoop het wel. Oké, Roots. Ik ben er klaar voor. Ah, fuck. Nee, waarom doe ik dat? Hey, ik heb wel Tamium gekregen. Dat is goed. 5, 4, 3... 2, 1. Hier hoort het zijn. Hier is het. Daar is mijn graf. Ik kan me niet vertellen dat ik gewoon de spullen kan pakken zo, hè. Oh, ik heb mijn spul gewoon terug. Oké, nee, dan gaan we een andere keer vechten. Later, bitches. Oké. Oh, eindelijk even rust. Nou, laten we dan maar overgaan op het einde. Dat was best een intens stuk, eerlijk gezegd. Ik ga een naampje of 5 even kiezen. En die ga ik opzetten. Laten we eens even kijken hier zo. Oké, planeet. Oh, die is wel intelligent. Rudy in Plun Tatus noemen. Hey. Deze is ook wel leuk. Openbaar toilet. En de mensen willen ook een handsplant. Dus we geven ze een handsplant. Zegt ook nog iemand, noem een beest dat op een pinguïn lijkt Bob. Alleen, niks lijkt op een pinguïn. Alleen vage alien hersenreep shit, weet je wel. En maar ja, die creepy ass beesten, die kunnen we natuurlijk wel gewoon Petra noemen. En dan doen we nog één planeetje. En die heet Niet Komen. Dat is verboden, bitches. En dat was hij dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie deze episode wel leuk vonden. Vond je hem leuk? Doe sowieso dat duimpje omhoog, zoals ik zei. En abonneer als je het nog niet hebt gedaan. En ik zie jullie in de volgende. Ja, hey. Laat vooral weer die naampjes achter, weet je wel. Wie weet dat jij in de volgende, of jouw naam, in dit stelsel en zo. Speta!